Mijn naam is Davy Ruimakers en leuk dat jullie kijken naar deze derde video van Hoe maak je eigen hot tub. In de vorige video hebben jullie kunnen zien dat we de buitenkant hebben bekleed en dat we hier net de afdeklat op hebben gemaakt. Nou, ik heb die afdeklat er even afgehaald omdat ik hem aan het verven ben, maar die komt in de volgende video natuurlijk gelijk weer op. Wat we in deze video gaan doen is dat we een eigen verwarming gaan maken. Wat wil ik gaan doen? Ik wil hier op de muur iets gaan maken dat ervoor zorgt dat de warmte van de zon eigenlijk opgevangen wordt en naar het water wordt toegestuurd. Heb je dus zin in deze video? Doe dan weer zoveel mogelijk duimpjes omhoog en gaan wij gelijk beginnen met deze video. Ja, zoals ik net al vertelde, ga ik in deze video dus samen met jullie een eigen hot tub verwarming hier achter deze muur maken. Wat ik namelijk wil gaan doen, ik wil de zonnewarmte, die standaard al de zon natuurlijk afgeeft, willen gaan opvangen, daar het water langsheen laten lopen en zo vervolgens eigenlijk het water gaan verwarmen. Natuurlijk kan het geen 80 graden worden, gelukkig niet, maar het zal wel ietsjes warmer gaan worden. Wat heb je daarvoor gedaan? Ik ben daarvoor eigenlijk naar de schroothoop gegaan en heb bij een koelkast dit element vandaan gehaald. En waar wordt ze normaal gesproken voor gebruikt? Normaal gesproken, als de warmte van de koelkast uit de koelkast wordt gehaald, wordt die door het element naar buiten gestuurd. Dus eigenlijk ga ik hem nu omdraaien. Ik ga dus hiervoor zorgen dat die water erin gaat lopen. En dat water wordt langzaam verwarmd en zo wordt eigenlijk mijn hot tub verwarmd. Dat kun je heel simpel gewoon met een paar dunne slangetjes doen. Dat zijn deze dunne slangetjes. En die gebruik je ook om aquariums bijvoorbeeld te gaan beluchten. Maar wat gaan we nou zo meteen doen? We gaan hem hier achter de muur vastschroeven. Kan hij lekker warm worden en kunnen het water erin gaan stromen. Ik ga weer de gaten aftekenen en kom ik daar bij jullie terug. Ik heb helemaal de gaten afgetekend, ik ga zo meteen boren en ik heb hier een klopboormachine bij me. En deze klopboormachine is ideaal voor in beton te gaan boren. Dan werkt hij eigenlijk, naast dat de boor ronddraait, slaat hij ook erin. Dus hij zal niet alleen gaan boren, maar ook gaan slaan. Dus dan kun je ideaal een steen gaan boren. Als je nooit met zo'n boormachine hebt gewerkt, vraag dan even toestemming aan je ouders of vraag even of iemand je meehelpt. Want het is best wel even handig om mee te werken. Wel moet ik zeggen, als je werkt, gebruik sowieso oorkleppen, want dat maakt de rotherrie en natuurlijk je gehoor kun je niet vervangen. Oké, ik ga ze voorboren. Ja, zoals jullie kunnen zien is het gelukt met de gaten boren. Wat je wel zag is dat mijn boor ontzettend hard beweegt. Want ik zag net dat mijn boortje, ziet het misschien een beetje in de camera al, scheef is. Dus ik ga terug met een nieuw boortje halen. Het is wel gelukt om de gaten te maken, maar ik zou wel zeggen, ja, zorg wel als je boortje al het goede zijn. Want dit is een niet zo goed boortje. Oké, de gaten zijn dus geboord. Ik ga zo meteen de pluggen erin zetten en dan ga ik dat tegen de muur aanzetten. Ik heb trouwens hier in de steen geboord, omdat in de steen boren gewoon steviger is dan in de vroeg boren. Nou, en ik heb ook speciale pluggen, steenpluggen bij me. Ja, ik heb ze hier. Dat zijn deze pluggen van 6 mm dik. Dus ik heb ze ook volgeboord met 6 mm dik. En zo kunnen we gaan vastzetten. Ik heb de plug erin staan en dan zien jullie dadelijk terug. Ja, zoals jullie kunnen zien, het hele frame hangt er nou vast. Dit is eigenlijk het frame. En nogmaals, hoe werkt het nou precies? Er zitten hier twee slangetjes aan. Het zijn gewoon twee aquariumslangetjes. En dan ga ik zo meteen de peristaltic pomp aanmaken. En de peristaltic pomp is eigenlijk een pomp die je niet in het water hoeft te zetten. Maar die eigenlijk door middel van rollertjes het water eigenlijk zo opzuigen, zo omhoog gaat trekken en vervolgens ergens in kan sturen. Het wordt heel vaak bij de voedingsindustrie gebruikt of in drankautomaten, etc. En die gaan we zo meteen in deze kast hier naast monteren. Dan kunnen we straks makkelijk gaan aansturen, maar bijvoorbeeld een ESP. Er komt trouwens nog een video over. En vervolgens komt via dit slangetje, komt warmte terug, wordt weer in de bad gegooid en uiteindelijk zal dit dus de warmte zijn. Nou, nogmaals, het zal geen 80 graden gaan worden, dat zeker niet. Maar het gaat wel een stukje warmer worden, het water, daar ben ik van overtuigd. Ik ga verder afwerken, maar dat gaan jullie allemaal pas zien in de volgende video. Ik hoop dat jullie een tof video vonden. Zo ja, doe nog wel zoveel mooie duimpjes omhoog. En zie ik jullie graag terug bij de volgende video op mijn kanaal. Tot de volgende keer!